allemaal voor het kijken. Nu hebben we onze laatste gasten voor vandaag, Shahri en Abdurrahman. Die zijn beide van de Youth Changemakers Den Haag. We hebben natuurlijk in het begin Yusra gesproken. Jullie zijn ook actief. Zouden jullie ons meer kunnen vertellen over de Haagse aanpak als het gaat om het aanpakken van meisjesbesnijdenis en het doorbreken van deze taboe? In Den Haag, wat wij doen is we werken met verschillende organisaties, lokale organisaties. En dat zijn meestal maatschappelijke organisaties. Ook werken we met gezondheidsprofessionals, zoals de GGD bijvoorbeeld. Maar ook, we zijn aangesloten bij Soneca, bij Replace jongeren. Belangrijk is dat er, het is niet een kleine groep die te maken heeft met schadelijke praktijken, maar het zijn best wel een grote groep mensen. En we proberen ons netwerk daarin, zeg maar, verder uit te breiden. Ja, en daarna heeft natuurlijk de Haagse ziekenhuis ook spreekuren voor mensen die daarmee te maken hebben. Ik weet nou de exacte tijden niet meer, maar die dan bepaalde uren in de ochtend zeg maar aan kunnen kloppen. Waarin ze verdere informatie krijgen en natuurlijk ook verder geholpen worden in het proces. Ja, dus heel fijn. Dankjewel Shahri. Jullie hadden dan net over de Replace jongeren. Hoe is die samenwerking met de Youth Changemakers? Hoe is dat anders of? Is wat voor samenwerking? Replace jongeren zijn ook jongeren die betrokken zijn bij sociaal-maatschappelijke vraagstukken. En wat wij gemeen hebben is, we zijn jongeren, jongerengemeenschap. En we begrijpen elkaar beter. En bijvoorbeeld als zij bepaalde bijeenkomsten hebben, dan worden wij daarvoor uitgenodigd. En andersom ook, als zij bepaalde bijeenkomsten hebben, dan nodigen wij ook jongeren van Replace. En we geven elkaar ook adviezen. Ja, op het gebied van voorlichting geven en soms nodigen ook bijvoorbeeld iemand van Replace uit als gastspreker om bij ons te praten over wat voor soort activiteiten zij doen en wat wij daarvan kunnen leren. En dus we zijn al bij jongerenbewegingen en heel leuk om met hen samen te werken. Ja, en dan is het ook uit dezelfde gemeenschappen? Of zijn er andere soort gemeenschappen die hun zich voor inzetten? Als we hebben over de gemeenschappen waarin schadelijke praktijken worden gepraktiseerd. Nou, het zijn ongeveer dezelfde gemeenschappen zou je kunnen zeggen. Want het zijn meestal, grotendeels van de groep komt uit bijvoorbeeld Sudan, Eritrea, Somalië. Dat zijn bepaalde landen waar schadelijke praktijken heel erg actief in zijn. En wat is een gemeenschap? Wat we delen is dat we allebei uit gebieden komen waar dat heel erg actief is. En dat is eigenlijk de verbindenis wat wij met Replace hebben. Okay. Ja, dus de target is eigenlijk groepen waarvan schadelijke praktijk eigenlijk met name VGV dan voorkomt. Mm-hmm. Waarin wij onszelf daarop richten eigenlijk. Ja, specifiek alleen op meisjesbesnijdenis? Nou, niet eigenlijk alleen op meisjesbesnijdenis, maar eigenlijk schadelijke praktijken. En dat kan heel veel dingen zijn. Bijvoorbeeld huwelijkszwang, achterlating, waar we straks over had. En VGV en heel veel eigenlijk. Ja, schadelijke praktijk is wel een groot begrip. Je hebt het bijvoorbeeld huwelijkszwang hadden we een keer daarover gehad, achterlating. Maar wat we ook de laatste weken, waar we ook onze inzet is ook bijvoorbeeld een belangrijk onderwerp, mentale gezondheid. We hadden ook daar verschillende sprekers daarover. Imams die ook actief zijn in Nederland om bijvoorbeeld jongeren te helpen met mental health. Ja. En, maar dat is ook een taboe onderwerp binnen onze community. Dus het is niet alleen VGV of het is niet alleen achterlating, maar er zijn ook andere problematieken die binnen bepaalde gemeenschappen nog steeds niet bespreekbaar zijn. En daar voelen wij een soort van verbindenis met Replace jongeren. En daarin werken we ook samen. Mee samen, ja. Inderdaad. Ja, dat zorgt natuurlijk ook voor jongeren die dit meemaken. Voornamelijk, we hadden net over achterlating ook. Jongeren die dan net terugkomen in Nederland, geen contact meer met familie, dat brengt heel veel problemen met zich mee. En dat je daar bovenop ook nog niet over je mentale gezondheid kan hebben, vind ik wel alleen maar knap dat jullie daar aandacht aan willen besteden. Dus ik zou echt zeker zeggen van ga zo door in al het werk wat jullie doen. Want het is niet makkelijke onderwerpen. Nee. Waar liggen voor jullie de uitdagingen, omdat het ook niet zo
makkelijk onderwerp zijn om over te hebben, kan ik ook begrijpen dat het voor heel veel jongeren niet te luchtig is om langs te komen, zich aan te sluiten bij Youth Changemaker om te zeggen van hey, dit, hier wil ik ook aan meedoen, weet je wel, hier wil ik ook mijn vrije tijd aan besteden. Waar zit voor jullie de uitdaging dat jongeren zich of aansluiten bij jullie of niet aansluiten? Ik denk voornamelijk niet. Ja, ik denk, als ik het vanuit mijn perspectief moet antwoorden, denk ik dat wij zitten dan net echt tussen een generatie in van die daar het oké vindt. En dan de generatie, ik zou niet generatie zeggen, maar de mensen die dan na ons komen, die daar eigenlijk niet interessant vinden of daar niet in, in aanraking mee komen en eigenlijk niet weten van die denken van het gebeurt niet in hun leefwereld. Ja, in hun leven precies. Dus ze denken van het boeit me niet en ik heb daar eigenlijk helemaal niks mee. Waarom zou ik eigenlijk daarbij betrokken bij zijn? Terwijl eigenlijk, het speelt wel in hun omgeving af. Dat zien ze, dat zien ze dan niet, zeg maar. Maar het speelt wel in de gemeenschap af. En natuurlijk ben jij niet verantwoordelijk voor wat je in de gemeenschap gebeurt. Maar je kan wel je steentje bijdragen om, zeg maar, om iets mee te doen. Zo zeg ik het dan. Mm-hmm. Ja, ter aanvulling wat zij zegt. Ja. Het klopt inderdaad. De uitdaging is inderdaad, zeg maar, dat het onderwerp, of in ieder geval sociaal-maatschappelijk vraagstukken zijn, niet de meest interessante vraagstukken waar jongeren zich zeg maar inzetten. En heel veel jongeren werken ook in de weekenden of op bepaalde momenten wanneer je bij elkaar kunt komen om zulke gesprekken met elkaar te voeren. En het is lastig om hen zeg maar hierbij te betrekken. En dat komt deels denk ik omdat ze ook de ernst ervan niet inzien. Van je zou kunnen zeggen dat ze niet goed geïnformeerd zijn hierover. En dat is eigenlijk de uitdaging wat ik zie. Ja. En zijn er dingen die jullie graag anders willen doen komende jaar in die aanpak van hoe jullie jongeren bij elkaar brengen? Misschien op een andere manier? Ja, hele goede vraag. Ik denk dat Yusra daarin al een heel goed antwoord had gegeven eigenlijk. Ja. Het combineren van informatie, maar ook met actief zijn. Mm-hmm. Wat heel veel jongeren aantrekt, want heel veel van ons zijn ook bezig. Die hebben een drukke privéleven. En daarnaast om nog eens in je weekend en je vrije tijd om nog eens 1 of 2 uur naar iemand te luisteren, is natuurlijk heel erg saai, kan ik me voorstellen. Ja. Dus ik denk meer interactieve activiteiten en evenementen erin gooien. Ja. Dankjewel, Shari. Ja. Dankjewel, Abdurrahman. Dit was onze aflevering voor de Expert Meeting, 16 december 2023 hier in Den Haag. Bedankt voor het meekijken en namens Stichting Soneka heel erg bedankt. En dit was dan mede mogelijk gemaakt door gemeente Den Haag en natuurlijk in samenwerking met de GGD Haaglanden. Dank jullie wel. Ja, dank je wel.